Zo, het komt niet zo heel vaak voor dat ik die microfoon niet naar beneden moet zetten. Dat het gelijk op mijn hoogte is. Maar vandaag zijn we onder ons toch nog een beetje zo? Zo'n beetje? Ja, ja, ja. Nou, goeiedag mooie mensen. Hoe gaat het met jullie? Hey, Pia Capare. Ik hoor ape, ape, jezo, ape, ape. Eigenlijk mag ik dat niet zeggen, hè, tegen oudere mensen. Sorry. Dat is de enige manier waarop ik het kan zeggen. Dus daarom zeg ik het zo. Mijn naam is Tyler Koutijzer en ik ga vandaag spoken word voor jullie doen. Ik ga poëzie voor jullie voordragen. En een aantal jaar geleden wilde ik mijn Javaanse roots gaan ontdekken. En vroeger had mijn opa altijd een kris in het huis. En dus toen dacht ik, hé, laat me eventjes kijken naar die kris. En toen hoorde ik, opa heeft die kris weggedaan. Voor het geloof. En toen dacht ik, ah, dat doet me pijn. Dus toen heb ik een gedicht geschreven. En hebben we het gedesigned in de vorm van een kris. Ik draag hem in mijn oor hier. Dit stuk heet de kris. Voor iedereen hier die zijn eigen roots wil ontdekken, zeg ik het volgende. Er is hoop. Op grond van eeuwige eilanden. Omringd door golven van duizenden momenten. Want dagelijks herken ik familie in gezichten van onbekenden en ruik ik thuis in de keukens van mooie, mooie mensen. En zelfs tegen windrichtingen in heb ik er een neusje voor, want oma deelt onvoorwaardelijke liefde vanuit haar pan. Ik voel me kind met haar armen om mijn batik, kies voor familie, smoor, vruchtvlees, tradities in de vorm van een galmende gamelan die een prachtige tramalan teruggeeft. De dans in de taal is prachtig. Als de manier waarop er geluisterd wordt. Maar opa wilde liever geen wajangpoppen aan het dansen als het duister wordt. Want dit is meer dan proeven. Dit is het voelen van een schaduw op wit verlichte doeken. Dit is nooit vergeten. Want feitelijk is het je nooit gegeven. Dit is je in het hol van de leeuw begeven. Maar op de jacht op de winst lijkt dit... Kind, niet meer de prooi te wezen. Dit is meer dan overleven. De vrijheid om de waarheid te schenken. In spraak water te laten vloeien. Het voeden van een zaadje de verbloeming voorbij en toch nog de vrucht te dragen. Want dit is stoeien met de smaken. De specerijen. De achterblijfsels van hetgeen dat generaties geleden lijkt en het is opbranden. Maar in de as door blijven gloeien. Wakker de droom aan door één te blijven. Gotong royong. Samen dragen. Wat het ook is. Aansluiting maken daar waar de stroom mist. We scheppen zonder te graven op plekken waar er geen hoop is. En daar waar rook is, is een Javaanse jongen. Vuur in mijn adem en in mijn aders pompen. Rood-witte bloedlichamen zichzelf de ronde. Ik was het kwijt, maar ik heb het gevonden. Vandaag met jullie. Dank jullie wel. Mijn tweede stuk, mooie mensen. Die heet De Bezoeker. Waarom De Bezoeker? Ook al ben ik hier geboren, heb ik soms het gevoel dat ik hier in Nederland een bezoeker ben. Misschien hebben jullie dat gevoel niet zoals ik, omdat jullie verletterlijk vanuit Suriname of ergens anders hier naartoe gekomen zijn. Maar ik voel het wel. Mijn hart klopt. Als een bezoeker dat. Terwijl ik onderdeel ben van de verzameling. De wandelende vertakking van de Gunungan. Bladeren van een langere adem in. Ik adem uit als een verloren zaadling die na jaren dwalen opnieuw de potgrond aarde vindt. Vaak beamend bij de smaak, bij de vraag wat men van onze keukensmaken vindt, hield ik mijn adem in om de anderen zoet te houden tijdens het kruisen van paden. Ik had geleerd dat ik geen stem had om geluid mee te maken. Loste zo op in het grote geheel als een tablet bruisend in water. Makkelijker te verteren, makkelijker te verdunnen, makkelijker in het accepteren te denken, minder te kunnen.
onze generaties al met hoofden gebogen, alsof wij ons al jarenlang op smartphones fixeerden. En eerlijk, dat zal nu niet meer lukken. Want toen is nu niet. Het is tijd voor nieuwe conversaties en nieuwe conclusies. Tijd voor tijd maken. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren, Wong Jawa. Of om te beseffen dat ik ben omdat wij zijn en zo blijven we samen. Want ik heb Madame Jeannette in mijn stem. Zuurgoed in mijn tranen. Gesmoor in mijn zingen en in mijn vingers vind je cassave. De warmte van mijn rimpels is zoals Sauto op verjaardagen. En de woorden van oma in mijn oren als Gula Jawa gevoed door de roeten in het vaarwater. En de sambal in mijn zweten zorgt ervoor dat we de hitte zelf kunnen verdelen. Mijn rug is jouw rug. Mijn kruidnagels wijzen naar familiefoto's wanneer ze vragen om waarde. De vruchten aan de stamboom zijn te rijp om te dragen en dit is hoe het eruit ziet wanneer ze loslaten. We komen van de bodem. Onze lichaamsbouw is gemaakt om te aarden. Mijn hart klopt, maar niet meer als een bezoeker. Want ik heb hier mijn allereerste adem genomen. Dus vanaf vandaag schiet ik wortels tot ik daar ben met de bomen. Tot ik sta als een hoeksteen net Surinaamse bruine bonen. Geleerd om ze te sluiten, maar mijn mond en ogen staan wagenwijd open. Het is tijd voor nieuwe conversaties en nieuwe conclusies. Tijd voor tijd maken. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Wong Jawa. Of om te beseffen dat ik ben, omdat wij zijn. En zo blijven we samen. Dank jullie wel. Dit is een van de mooiste publieken die ik ooit in mijn leven heb gehad. En ik zeg het echt eerlijk. Ik wil nog één grote shout-out doen naar Artie en Jawa Mix voor het organiseren van dit festival. Hij staat daar. Geef hem een beetje lobby. Jawel. Ga lekker eten, genieten. We zijn onder mensen. We zijn onder elkaar, onder familie, mooie mensen. En ik zie jullie straks. Dank jullie wel.